In de oudheid was het een teken van de goden. Volgens de Noormannen was het de brug naar de hemel en de Ieren die geloofden dan weer dat er een pot met goud te vinden was aan het uiteinde ervan. Ja, inderdaad, we gaan het vandaag hebben over kleur in de lucht. We gaan het hebben over regenbogen. Hoe ontstaat een regenboog? Wel, voor een regenboog heb je twee dingen nodig: licht en regendruppels. Wanneer licht invalt op een regendruppel, dan wordt het op de achterwand van die druppel weerkaatst en vervolgens nog een keertje gebroken door de voorwand van, de, van die regendruppel. Die breking gebeurt dan in de verschillende kleuren van het lichtspectrum. Het gaat om rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet, kortom de kleuren van de regenboog. Nu, hoe groter de regendruppel, hoe intenser de kleur, maar ook hoe smaller de regenboog zal zijn. Bij kleine regendruppels is de boog minder goed zichtbaar, maar wel breder. Nu wanneer zie je een regenboog en vooral waar kan je die vinden? We zien dus eigenlijk licht dat weerkaatst wordt door regendruppels. Hiervoor is het dus noodzakelijk om regen voor je te hebben en de zon achter je. In de richting van de zon zal je dus nooit een regenboog vinden. Dat verklaart ook meteen waarom regenbogen 's ochtends in het westen te zien zijn, 's middags in het noorden en 's avonds in het oosten, omdat je dus altijd de zon in de rug moet hebben. De hoogte en de grootte van de regenboog, dat hangt af van de stand van de zon en dus van het moment van de dag en van het seizoen. Hoe lager de zon staat, hoe hoger de regenboog zal zijn. Ochtends, bij zonsopgang bijvoorbeeld, staat de zon dus laag en dan zal je de maximale grootte van een regenboog kunnen zien. Het is dan precies een halve cirkel met het middelpunt aan de grond. Rond de middag dan, wanneer de zon op haar hoogste punt staat, dan zal een regenboog altijd veel lager zijn of in de zomer zelfs niet te zien zijn. Nu vanuit een vliegtuig of wie een berg beklimt, die kan soms meer dan een halve regenboog zien en dat is wel altijd spectaculair. In sommige gevallen zie je twee regenbogen: één in felle kleuren en een tweede bijregenboog die iets minder fel is en waarbij de kleuren in de omgekeerde volgorde voorkomen. Wel, het proces is net hetzelfde: het licht wordt gebroken door de regendruppels, alleen zal het licht hier een tweede keer gebroken worden, waardoor je dus een bijregenboog ziet.